U zegt, u heeft hard gewerkt aan herstel van de waarde van de Surinaamse munt. En valutaveilingen zijn daar één van. Maar na elke valutaveiling is dus die koers gestegen, waardoor onze munt juist gedaald is. Wat is daarop uw antwoord? Ik weet dat de koers nu omhoog gaat. Morgen denk ik ga ik een interessant gesprek voeren. U moet nagaan, het is een kleine economie. We zijn een kleine economie, we zijn een cash-economie. En ik kan u verzekeren, die er naar hoeveelste? Van het hoeveel? 13. Dat is wel een vervelend getal, maar ik hoor van 13e ben ik jarig. Ja. Die koers ga ik naar beneden krijgen. Echt hoor? Believe me. Wanneer? Als we een glazen bol hadden, zou ik u zeggen. Maar het naar beneden gaat, geloof me. President, ik heb ook een vraag vanuit die gemeenschap. Het is een vraag die ik elke dag krijg dat ik aan u moet stellen. Concreet, president, wanneer gaat die koers omlaag? Het is killing voor die gemeenschap. Dank u. De regering gaat er met zijn deskundigen, met andere Surinamers, er alles aan doen om de koers richting beneden te brengen. Het is geen kwestie van, kijk, als het een broeder is, kan ik zeggen, ik koop het morgen voor je. Er komt heel veel achter kijken. In elk geval, ik beloof het voor de tweede keer, we gaan hem naar beneden moeten krijgen. Even nu kies akkoos, ga ik ook kies, maak je herrie, dit is een film. Dus we moeten. Er gaan we best aan doen met anderen.